Vandaag is een hele bijzondere dag. Ik mag met Make-A-Wish mee om Lucy te gaan verrassen, want het is haar wensvervulling. En haar verjaardag. Dus één groot feest. Ik heb er zin in. Laten we gaan. Lucy. Zet je naam erop. Hey Lucy. Wat zie je er mooi uit. Deze is speciaal voor jou gekomen. Hoe vind je dat? Cool. Cool, hè? En je hoeft niet naar school. Is dat stiekem ook wel heel leuk? Ja, hè? We gaan alleen maar leuke dingen doen. Ga snel! Lucy, het is tijd om op een echte unicorn te rijden. Spannend, hè? Zie je ze al? Zullen we daarheen? Kom, we gaan. Kijk nou. Ze hebben zelfs glitterhoeven. Kijk nou. Oh, ja. Oh, hij is zacht, hè? Ja. Zo, nou, gezondheid. We gaan op de paarden rijden. Ja, zullen we naar binnen toe lopen? Bijzondere dag vandaag. Zeker. Hoe is zo'n dag voor jullie? Nou ja, best spannend, omdat wij beide al wel een heel tijdje mee bezig zijn. Lucy wist van niks, maar wij weten natuurlijk al een hele tijd dat we aan zitten komen. Ja, het voorbereiden is dingen. Natuurlijk best wel lang. Ja, ja, zeker. Van tevoren komen ze naar jullie. Wat hebben jullie van tevoren allemaal gedaan? Nou, ze is aangemeld vanuit het ziekenhuis, vanuit het Prinses Maxima Centrum. Okay. En toen is er iemand langsgekomen bij ons thuis. Dat heet dan een wenshaler. Die komt de wens ophalen. En daarvoor was al een heel traject met... Had ze een doosje met waar ze spulletjes in kon verzamelen die ze leuk vond. En een beetje plaatjes of dat soort dingen. Dus daar begon het al mee. Er kwamen vast geen unicorns in voor. Nee, en ook geen paarden. Nee, het zat allemaal niet in die doos. Nee. Oh, wat leuk zeg. En toen zijn ze inderdaad komen praten, ook met het hele gezin dan zeg maar aan tafel. Om te kijken van nou ja, wat is Lucy de wens? Waar gaat ze uiteindelijk met het doel van? Waar gaat ze echt van stralen? Ja. Dat was ook wel vrij snel duidelijk voor ze. En, maar ook wel om met de andere kinderen te hebben over van wat vinden jullie dan leuk, houden jullie dan ook van eenhoorns? Nou ja, broer bijvoorbeeld niet, dus daar zijn ze dan ook wel mee bezig. Okay, hè, van dat het ook voor hun een fijne dag gaat worden. Een vervulling voor jullie allemaal. Ja, weet je wel. Ja. Ja, Lucy staat natuurlijk centraal, verdient ze ook. Maar het is wel voor iedereen natuurlijk een hele bijzondere dag. Ja. Nou, Lucy die zit in een behandeltraject van 2 jaar en we zitten nu halverwege het traject. Okay, ja. En ze is op dit moment leukemievrij. Dat is heel positief. Ja, en ze wordt nog steeds behandeld om ervoor te zorgen dat ze, de kans dat je terugkrijgt in de eerste 2 jaar is groter. En daarom moet ze behandeld worden, een soort kuur die je afmaakt. Ik heb een hele hectische periode. Vooral in het begin, omdat het gezin helemaal uit elkaar was getrokken. Ja. Jorinde zat met Lucy in het ziekenhuis. Lucy moest aan het begin vaak opgenomen worden voor behandeling. En vanwege de complicaties. En ik zat alleen dan met de andere twee. Ja. En, dus ineens een heel ander evenwicht in het gezin. Ja, en dan moet je aan wennen allemaal. En draaien zin te vinden. En je mist elkaar. En Nora die is heel klein, dus die is pas 5. Zo'n dag als vandaag, wat voor boost zou haar dat geven? Ja, sowieso een onvergetelijke dag. Ja. Met alle dingen die zij leuk vindt om te doen. En, ik denk dat dit een dag is die het is helemaal haar dag. Die heeft ze eigenlijk zelf kunnen bedenken natuurlijk. Ik heb haar zien stralen vandaag. Bij de limousine en op het paard. Had ze ook de glinstering in haar ogen. Ja. Dat moet toch wel ook voor het gezin toch even weer een opmerker geven. Ja. Van, zeker. Ja. We gaan dit jaar er nog even tegenaan. Ja, en dat soort... Ja, momenten heb je gewoon ook wel nodig om weer een tijdje op te teren. Ja, ook om er naartoe te leven, zeker, denk ik. Ja, ja. En dan als het is geweest. En op de verjaardag. En ook nog op de verjaardag, ja. En dan cadeau. Ze was al even vergeten dat ze jarig was, omdat het zo geweldig toch? En voor de broer en zus ook wel heel erg leuk. Ja, want die hebben er natuurlijk ook wel heel erg last van. Ja. Mag ik jullie bedanken. Zeker. En geniet nog even van deze dag. Komt helemaal goed. Top. Thank you.
Lucie, gefeliciteerd, je bent jarig. Had je het verwacht dat je vandaag verrast zou worden? Nee. Nee, hè? Nee, je was ook helemaal verbaasd op het schoolplein. Wat dacht je? Ik dacht eerst echt dat mijn moeder mijn brood zou geven. Oh, dat ze je haar lunchje kwam brengen. Ik dacht ook wie is die chauffeur? Meneer? Ja, wat doet hij met mijn moeder? Ja. Ja, en die mevrouw ging foto's maken. Mm-hmm. En ik dacht toen ook echt van, hoezo maakt ze foto's van mij? Ja, waar is dit voor? Had je nog niet het idee van, oh, dit is Make-A-Wish? Nee? En wanneer wist je dat? Ik wist het pas toen ik een beetje bij een andere gebouw de limousine een stukje zag. Oh, kijk, toen wist je het eigenlijk. Oh, wat leuk zeg. En jouw wens? We hebben het net al een beetje besproken, maar wat is jouw wens eigenlijk? Rijden op een unicorn. Nou, en hoe leuk was dat? Heel leuk. Heel leuk. Wat doen unicorns eigenlijk met jou? Vind je ze heel mooi? Of word je er altijd blij van? Ik word er altijd blij van. Je wordt er blij van, ja, dat snap ik ook wel. Door de glitters en de kleuren. Ja, dat snap ik ook wel. En heb je wel eens gekart? Nee. Is wel stoer, hè? Lijkt je dat ook zo spannend? Thomas heeft het wel één keer gedaan, maar ik echt nog nooit. Nooit. Heb je er zin in? Ja? Gaan we er nog een feestje van maken? Zullen we naar binnen? Oké, kom. Holy moly, wat een bijzondere dag was dit. We hebben er zien stralen, ik heb genoten, de ouders, de zusje, de broertje. Dit was fantastisch. Laat even weten wat jullie hiervan vonden en we gaan door naar de volgende wens. Ciao!